Wat had je graag uit willen vinden? Bioafbreekbaar plastic. Wat ook helemaal bioafbreekbaar is. Als geld geen rol speelde, waar zou je dan een schrijversretraite willen houden? Op Samoa. Dus in de Stille Oceaan. Vlakbij de datumlijn. En dan kan je zo in één, door even een klein stukje te kitesurfen, kan je gewoon een dag terug in de tijd. Nou, schitterend toch? Welke droom in jouw leven heb je al waargemaakt? Ergens invloed hebben, denk ik. Invloed hebben. Zorgen dat je impact kan maken met wat je doet. Voor het goede. Wat is de grootste fout die je in je leven hebt gemaakt? Misschien wel, ik heb een tijd lang veel zitten blowen. Ik weet niet of dat op de film mag, maar ik heb altijd het gevoel gehad dat drugs. Ja. Te veel drugs, dat is denk ik de grootste fout die ik in mijn leven heb gemaakt. Zorg ervoor dat je niet afhankelijk raakt van blow. Waarom wil je dat mensen jouw boek lezen? Nou, ik denk dat er een belangrijke boodschap in mijn boek zit rond plastic en eigenlijk rond verantwoordelijkheid voor onze planeet in het algeheel. Misschien niet eens onze planeet, maar gewoon je verantwoordelijkheid in het leven. Dat is waarom ik wil dat mensen mijn boek lezen. Je bent bioloog, activist, schrijver en beeldend kunstenaar, maar wat ben je het meest? Voel me het meest kunstenaar, denk ik toch. Hè? Uiteindelijk creëer je ook als je een campagne voert, ook als je een expeditie doet, ook als je op zo'n surfboard staat, probeer je een verhaal te maken. Je probeert een verhaal over te brengen middels dat surfboard. Maar ik denk wel dat het in wezen een soort creërend is. En daarmee denk ik dat ik het nog het meest me verwant voel met de kunstenaar. Je hebt veel bereikt op maatschappelijk vlak als het gaat om plastic. Waar ben je het meest trots op? Nou, het meest succesvol is wel het statiegeld. De invoering van statiegeld in Nederland, de politieke doorbraak daarachter. Daar heb ik een hele belangrijke rol in gespeeld. Ik heb een bord gebouwd van plastic flesjes. En op dat bord ben ik van Scheveningen naar Engeland gekitesurfd. Een recordpoging. Maar dat was tevens het startschot voor een petitie. Een petitie voor statiegeld op kleine plastic flesjes. Daar haalde ik toen 55.000 handtekeningen mee op. Daarmee ben ik naar de Tweede Kamer gegaan. En die is toen door iedereen ondertekend daar. En dat is de basis geworden voor het nieuwe statiegeld. En dat was daarmee ook de politieke doorbraak op dat dossier, waar ze toen al tientallen jaren mee bezig waren. Dus dat is eigenlijk het grootste succes. Ik denk dat ik daar nog wel het meeste trots op ben. Waar en wanneer zag je ooit het meeste plastic afval? Toen ik in Marokko was, dat is in 2000 geweest, toen ben ik van Leiden naar Marokko gefietst. Met een kitesurfboard achter mijn fiets. En dat is de eerste keer dat ik het echt op foto, of dia toen, maar foto's van ben gaan nemen. Kunstzinnige foto's met allemaal plastic zakjes in bosjes. Maar je moet natuurlijk voorstellen dat in de oceanen dat plastic dat breekt af in steeds kleinere stukjes. En zelfs zoals we hier zitten, ademen we die micro- en die nanoplastics ademen we in. Ook hier in Amsterdam, waar we nu zijn. Wat zou je nog willen bereiken op het gebied van plastic verwerking of verwijdering? Nou kijk, mijn missie is gaat heel erg over onze rol van plastic in de maatschappij. Dat gaat over dat we moeten wegbewegen van de wegwerpmaatschappij. Dat we zo gewend zijn geraakt aan dat materiaal. En de rol die dat materiaal, dat plastic, dat wegwerpplastic speelt in ons gedrag. We zijn steeds meer eraan gewend geraakt dat we alles na één keer weggooien. En dat gaat niet alleen om plastic of wegwerpplastic zoals het heet. Maar dat gaat ook over onze kleding en in het algeheel hoe we met spullen omgaan. En we zullen veel meer naar, als we willen een meer duurzame omgang willen met deze planeet, ja, dan zullen we dus ook op een andere manier met plastic om moeten gaan. En dat heeft ook direct impact op alle andere grote milieuproblemen waar we voor staan in deze tijd. Het was heel lang een wens van mij om een boek te mogen schrijven. En het is een enorme
opgave ook om dat te doen. Hè. Het is echt een reis op zich om zo diep in je eigen gedachten te duiken en dat op een mooie manier te brengen. En het is heel fijn om zoiets uiteindelijk concreet vast te hebben om aan andere mensen over te dragen. En op die manier jouw boodschap in hele concrete vorm aan anderen over te kunnen brengen.